Here, hier die wereld heeft voor ons niks, mijn God. Ons werkt van die ochtend tot die avond, elke dag. Maar ons blij honger, ons blij arm, ons blij baie keer mismoedig, Here. Ons blij met veel vraag. Maar vandaag vraag ik bij u, dat u ons zal komen ontmoet bij die punt van ons behoefte, mijn God. Want het is net u, Here, het is net u wat ons kan helpen. En alle jaren ze zullen hier staan. Hier is een beheer. Alsjeblieft, Heere, verhoor ons smekelen dat ons het hier toch zo. We are sick in our minds. Dat ze ziek in ons bestaan, Heere. Oh, we are asking today. En wat ons vandaag bij u vraagt, Heere. Please give us peace. Heer ons en Jezus, mijn God. Touch our hearts. Raak ons harten aan, Heere. Touch our lives. Onze levens, Heere. Bless our families. Increase us, dear Jesus. Please, dear Lord. Fill us. Let your blessings. I pray for everyone who's standing here. That you touch them. Ons gebed van ons hart is dat u hulle sal aanraak. Touch their lives. Raak hulle lewens aan, Here. Touch their children. Hulle kinders, my God. Touch their husbands. Hulle manne, Here. Touch their wives. Hulle vroue, Here. Please, dear Jesus. Asseblief, Here Jesus. And let them live the life of peace. Laat hulle teruggaan met 'n lewe van vreugde. Let them live the life of joy. Vreugde en vrede. Even though they have nothing in their lives. Al het ons vandag niks en hulle ook in 'n besonder. But let Jesus be. Maar laat Jesus alles vir hulle is. In the name of Jesus we pray. In Jesus naam. And everyone say amen. Kom ons wat in volle geloof sê en draag dit saam. Amen. 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 Thank you very much. Baie baie dankie. Ons wil in 'n besonder vir u en ja, dankie sê. Ons wil vir julle wat met ons onze klank, hij die gezegd, hij gaat opstaan, hij heeft opgestaan. Hij heeft opgestaan. En hij zit nu in de rechterhand van zijn vader. En hij kreeg aan van mij en hier in een bijzonder sister Caroline. Die Heere kent die hart. Hij kreeg nou aan. En hij wijst nou die houwe aan zijn vingers, aan zijn voeten en zijn zij. En hij wijst van zijn vader. En het voor haar wordt gesterf aan vader. En die vader sê hy nou deur sy regte geregtigheid skree. Die Here ken jou finansies se kerlyn. Die Here weet waar jy gaan. Die Here weet wat jy nodig het. Meer nog, die Here weet dat jy besigheid met hom. Kan hierdie bene herleef, Here, en vanaand weet ek, Here, hier uit hierdie droë sondige bene kan lewe kom. Hoekom, Here? Want U weet alles, Here. Daarom spreek ik leven vanuit. Geest van God. Doen wat net u kan doen. Deurdring hulle harte. Met de warme teenwoordigheid van Jesus Christus. Asseblief, Here. Ek wil vanaand besigheid met u bedoel. En net so een en elk wie vanaand hier uitgekom het. En selfs hulle wie mondelik nie wil uitkom nie. Ek vraag wat die Here vir ons wil hê ons moet doen. Die manne kom van George af en van die Kaap af. En dis nie per toeval nie. Hulle het vanaand gekom om vir ons te kom sê. As jy in 'n kerk is wat sê my kerk sê so. Dan moet jy begin mekom en draag. As die in die kerk is waar daar gesê word, my apostel sê so, dan moet jy bekom en draag. Hulle het gekom en sê vanaand vir jou, die Bybel sê, elkeen wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Toe ons klein was, toe lees ons in ons mos, lees jou Bybel en bid elke dag. Mag die Mona, when this new or this candidate about to be baptized, ke umuntu ngamnye
mnana baptizwa ngo 2000 nokholo lwakho lokumlandela uYesu njengeNkosi nomsindisi ubashiya ontanga ndini ubavulela indlela nakubaptiza ke ngoko egameni likaYise elonyana nelomoya oyingcwele amen. City, the youth of the world, for the name of God. Zalonewe tu otande kayo enkosi, nofumo, nokholo lwakho, lokumlandela uYesu njengeNkosi nomsindisi. Nakubaptiza ke ngoko egameni likaYise, elonyana, nelomoya oyingcwele. Amen. Thank you.